Twee dagen, het hele dorp op zijn kop. Dat is de bedoeling van het Open Barchem Weekend. Het Achterhoekse dorpje telt zo'n 1800 inwoners. Maar de vraag is, voor hoe lang nog? De leegloop slaat toe, maar de inwoners leggen zich er niet bij neer. In Barchem is verslaggever Annemiek Schakelaar. Nee, de inwoners leggen zich er zeker niet bij neer. Die hebben twee dagen Barchem te koop gezet. En dat betekent dat ze van alles hebben georganiseerd om mensen hier maar naartoe te trekken. Er zitten hier in het dorpshuis zitten mensen van de makelaars, van de bank, van het UWV. Dus dan kun je hier komen, huis kopen, meteen de financiering regelen en die baan regelen. De kerk is open, de supermarkt is open, de school is open vandaag, maar ook morgen. Wat natuurlijk bijzonder is voor een school, om mensen maar te laten zien dat ook zo'n klein dorp als Barchem, dat nog van alles te doen is en dat het hier prettig wonen is. Want dat is de boodschap die Barchem met deze actie wil geven. Ja, Annemiek, Barchem staat dus ludiek te koop, maar ja, heeft het wel zin? Dat is de vraag. Hier zijn ze in ieder geval heel blij met het goede nieuws van vanochtend, want het eerste huis is verkocht. Er staan in Barchem, maar toch, je zei het al, klein dorp, 1800 inwoners, staan nog zeker 50 huizen te koop. En vanochtend is er al een gezin afgekomen op de spandoeken. Uitruurlooggezin heeft gezegd, wij kopen een huis in Barchem. Dus dat geeft ze goede moed. De eerste bezoekers zijn er ook al geweest. Maar ja, of het echt helpt, dat is natuurlijk de vraag. Want het is een keihard gegeven dat de bevolking heel erg vergrijst. De leegloop slaat toe. De school heeft steeds minder leerlingen. En om die paar voorzieningen die er nu nog zijn en dat fijne verenigingsleven wat hier is, om dat overeind te behouden, zullen dus echt meer mensen hier moeten komen wonen. En Barchem hoopt dus vooral vandaag en morgen gezinnen met kinderen hier te verwelkomen. Oké, het begin is er dus. Dankjewel Annemiek vanuit Barchem. Ja, en Barchem vecht dus tegen de krimp. Meer daarover in het dossier bij ons op de site gld.nl.